In deze video hebben wij het over gekke dark rides in Europa Park. Een hele goede avond, lieve mensen. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Theme Park Late Night, de pretpark talkshow op YouTube. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zouden wij nog steeds heel leuk vinden. Zeker! In deze video gaan wij het dus hebben over 3 gekke dark rides in Europa Park. Ja. Wij zijn in Europa Park geweest. In de zomer. En daar kwamen wij langs een aantal attracties waarvan wij eigenlijk dachten, wat doet dat eigenlijk hier? Wat is dit? Random? Ja, iedereen heeft het eigenlijk altijd over piraten in Batavia of over bijvoorbeeld snorritouren. En die zijn natuurlijk helemaal amazed. Maar er zijn natuurlijk ook een paar verborgen pareltjes. Nou, pareltjes zijn het niet. Wel, er zitten pareltjes bij. Er zitten pareltjes tussen. En het is Europa Park heeft heel veel van die attracties dat je denkt, is dit een attractie? Waarom hangt er geen supergroot bord, zeg maar, van hier, ja, moet je zijn? Soms denk je, er zit hier een ingang, maar waarvoor is dit eigenlijk? Is het een shop? Is het een attractie? Who knows? Ja, en laten we dan maar meteen beginnen bij de dark ride die nu bij iedereen in zijn hoofd opkomt. The obvious one. Ja. Schlittenfahrt, sneeuwvlokken. Oftewel, sneeuwvlokje. Wat is jouw Duits goed. Ja, bedankt. Ja, onder pretparkfans is dit volgens mij al heel lang een soort meme. Ja, dat dit de beste dark ride van de wereld is. Je stapt in een soort van sleetje. En daar denk je nog van, nou, ik ben benieuwd. Ja, was je benieuwd? Nou, het is een leuk karretje, eerlijk. Leuk sleetje, leuk gedaan. Ja, in de wachtrij. En als je het zo aanziet komen, dan denk je, nou. En er staat dus eigenlijk daar in de wachtrij op de muur, staat volgens mij het verhaal van wat er eigenlijk gebeurt in de attractie. Alleen, het probleem is, er staat daar geen rij. Je kan altijd instappen, want niemand wil er eigenlijk in. Nee, dat klopt. Dus we hebben niet echt tijd gehad om ons te verdiepen. Ja, de tijd niet genomen. Ja, dat is waar. We hadden het druk. En om heel eerlijk te zijn, om terug te komen op jouw Duits, had je dat kunnen lezen daar aan de muur? Nee, maar je had dat wel voor mij kunnen vertalen. Oké. Als je binnenkomt, is het een soort van, nou, een soort kerstshow. Ja, het deed mij eigenlijk heel erg denken aan gewoon een tuincentrum in de winter. Ja. En dan heb je een paar van die net niet bewegende ijsberen en pingwings. 6 pingwings en 2 ijsberen. Dat is ook eigenlijk alles wat er in die hele dark ride te zien is. Ja, de intratuin is er niks bij. Nee. Ja, en je ziet eigenlijk gewoon de muren en het plafond zie je allemaal zitten. Aan het plafond zit een soort van laken wat zo, zo zeg maar is opgespannen of zo. Maar alsnog, het is wel echt heel Duits. Ik kan me geen Duitsere attractie voorstellen dan dit. Ik vind het gewoon grappig dat ze het zo hebben durven opengooien. Want er staat eigenlijk gewoon veel te weinig in die hele attractie om er zo'n lange attractie van te maken of zo. Maar had het dan volop moeten staan met poppetjes of met gewoon decor. Gewoon decor, überhaupt decor. Gewoon dingen. Bergen. Want dat is denk ik dat het mist. Er staan wel best wel veel poppetjes, maar geen decor. Maar wat ik dus het meest grappige aan die hele attractie vind, dat ze aan het einde, ze dachten, waar gaan mensen nou een actiefoto van kopen? Is dat in Silver Star? Nee. Weet je waar wij een actiefoto moeten hebben? In Schlittenfahrt. Ja, maar je kan wel goed poseren. Ja, maar die attractie stelt niks voor. En aan het einde heb je zo'n flits en dan wordt er een foto van je gemaakt. Kan je gewoon kopen. Je ziet niks. Ja. Het is de lelijkste actiefoto ooit. Ik vind het leuk, want je ziet ook het hele sleetje erop. En je kan met de hele groep leuk op de foto. Die foto's kosten echt niks. €3 Het is zo knullig allemaal. Enig. Ze weten toch zelf ook hoe dat ding eruit ziet. Ze denken niet, oh, dit is echt als een topper van het park. Ze denken, ah, toll, ja, schön. Maar toch vind ik het wel leuk. Dikke 10. Piccolo Mundo. Of Mondo. Mundo. Waar je net dus eigenlijk weinig decor vond. Hier bij deze attractie kan je dan je hart ophalen. Piccolo en Mondo. Piccolo. Als ik het snel zeg, dan merken ze het misschien niet. Piccolo en Mundo. Weer een leuk karretje. Het is een soort Italiaanse, Venetiaanse gondel. Ja. Met een leuk vogeltje op de achterkant. Ja, het grappige is eigenlijk dat de karretjes eigenlijk nog het best gethematiseerd echt zijn. Een 10 voor Europa Park, voor die karretjes. Maar wat gebeurt er dan? Deze hele attractie is voor mij af en toe echt een vraag. Ik begrijp er geen bal van. Nee. Waarom is er een hond de Mona Lisa aan het schilderen? Sowieso staat die hele attractie vol met allemaal honden die van alles aan het doen zijn. Maar het staat wel echt proppievol. Terwijl het in het logo en op dat karretje zit een papegaai. Ja, waar is die, waar komt die vogel dan vandaan? Ja. En dan met Piccolo Mondo denk ik aan Small World. Ik denk, zoveel vragen. Ik denk, we gaan een reis over de wereld maken. Ja, maar nee, het is alleen Italië. En sowieso, dat hele karretje waar je in zit, die haalt alles nog maar net. Elke heuvel. Als je daarin zit, het voelt echt alsof die de heuvel net niet gaat redden. Ja, hij heeft het heel zwaar. En op een gegeven moment kom je in een soort rare liefdestunnel. Super raar. Een soort van hartjes spiegel liefdestunnel. Alsof ze bij de Xenos nog een paar van die neon hartjes hadden hangen. Nou, van, ik vind dat hang best het leuk. Hier maar neer. Ja, maar ik snap het ook niet. Misschien kan ons brein die artistieke dingen niet verwerken. Misschien is het wel echt een heel kunstzinnig project. Misschien begrijpen wij het gewoon niet. Als simpele zielen. Voor de Italianen met gevoel. En dan uiteindelijk kom je bij die mega enge clown. Ik vind die zo verschrikkelijk. Daar ineens krijg je zijn toch de honden nachtmerries weg. Van? Ze denken, nee, genoeg honden. We doen nu gewoon een life-size clown die zo aan touwtjes, zo
Echt doodeng. Als die 's nachts naast mijn bed staat, dan ga ik huilen. Ja. Maar ik vind wel dus leuk. Ik vind deze Dark Ride is wel echt over de top. Ik hou wel van een beetje over de top. Ik begrijp het niet met die honden. En het is misschien een beetje kitsch. Maar ze hebben wel alles erin gepropt. Ja, dat is eigenlijk het verschil met Slittenvaart. Slittenvaart is een soort lege loods. En hier zie je wel dat ze echt moeite hebben gedaan. Dat er in ieder geval overal iets te zien is. Ja, I like it. Dikke 10. En dan nu de klapper. Ons faf eigenlijk. Dit is een beetje guilty pleasure. Ja. Weet jij nog hoe die heet? Want wij hebben hier een bijnaam voor. Ja, wij noemen hem de verjaardag van Rex. De verjaardag van Rex. Maar ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Kan je het opzoeken? Ja, ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Madame Freudenreich Curiositeit. Madame Freudenreich Curiositeit. En nu jij. Madame Freudenreich Curiositeit. Het is Frans en Duits gemixt. Maar laten we het houden op de verjaardag van Rex. Bij deze Birthday. Hebben wij het gedoopt tot de verjaardag van Rex. Ja. Ja, wat een fantastische attractie is dat eigenlijk. Leuk hè? Het gaat gewoon over een mevrouwtje en die heeft dino's. In haar achtertuin. En in haar huis ook. En daar zorgt ze voor. Ja, je ziet overal leuke dino's die lekker aan het chillen zijn. Maar ik vraag me dus af, wie bedenkt dit? Europa Park hoofdkantoor. Ja. Daar zitten ze allemaal in een meeting. Jongens, ja. We willen een nieuwe dark ride. Ik heb een idee. Een oma. Die dino's in haar achtertuin heeft. Heeft ze niet ook eieren? Dat ze ook de dinosaurussen uitbroedt? Ja, volgens mij ook, ja. Maar ik weet nog heel goed dat wij voor die ingang stonden. En dat we dachten, ja, wat is dit? Wat is en ik zei nog tegen jou, volgens mij is het een soort walkthrough attractie. Ja, jij had dat aan mij verkocht. Dat het een soort funhouse zou zijn. Zo zag het er ook uit een beetje in de wachtrij. Maar dat bleek, niks bleek minder waar. En toen moesten we ineens instappen. Wat vind jij dan het leukste stuk? Want er zijn heel veel zo van die schattige platvoetjes. Ja, de verjaardag van Rex. Aan het einde zit gewoon de party. Een dino. Zit een dino. Een dinofeestje is het eigenlijk. Ik vind het ook leuk als je dan zeg maar door de keuken komt. En dan zit die eentje zo onder het schuim. En in de oven en zo. Ze zijn taart aan het maken voor Rex verjaardag. Ja, het is gewoon mega random. Maar dat maakt het ook. Maar je geeft je er ook helemaal aan over als je daar bent je eigenlijk. Oké, we gaan nu hierin. Dit is blijkbaar het verhaal. Ja. We gaan dit doen. Toch? Ja, dat is er echt eentje die je niet over kan slaan als je naar Europa Park gaat. Ja, dus onthoud. Als je naar Europa Park gaat, ga in de verjaardag van Rex. A.k.a. Rex. Madame Freilich Curiositeit. Bij de Cancan Coaster. Naast de Cancan Coaster, inderdaad. Ja, dikke 10 eigenlijk. Weer een dikke 10. Er worden tienen uitgedeeld vandaag. Jouw tienen zijn niet geloofwaardig. Nou, Europa Park heeft natuurlijk nog veel meer, veel betere dark rides. Maar die gaan we in een andere video behandelen. Laat in de reacties weten wat jouw favoriete dark ride is. En welke gekke dark ride wij misschien nog vergeten zijn. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Slaap lekker en tot de volgende keer. Doei doei!